een bedrijfsoverdracht genieten de overgedragen werknemers een bijzondere bescherming. En dit dankzij de nationale CAO 32-BIS. HR-expert Jan van Akkoleijen praat erover met meester Tielemans. Meester Tielemans, welkom voor dit gesprek. We gaan het vandaag over CAO 32-BIS hebben. Ik kan u eens even toelichten wat die CAO juist inhoudt. Die CAO is bedoeld om de werknemers te beschermen wanneer een bedrijf verkocht wordt. We willen in feite vermijden dat werknemers alleen om die reden in feite ontslagen worden. Men streeft daar naar behoud van arbeidsvoorwaarden in het kader van transacties zoals een verkoop van een onderneming of een afdeling. Als u zegt behoud van arbeidsvoorwaarden, gaat het dan werkelijk over alle arbeidsvoorwaarden? Of zitten daar toch nog elementen in die een onderwerp van dialoog, overleg kunnen zijn? Ja. Dus in principe houdt het in dat alle arbeidsvoorwaarden in feite gekristalliseerd worden en van de overdrager overgaan naar de overnemer. Dat is in eerste instantie natuurlijk anciëniteit, loon, arbeidstijd, functie. Er zijn ook elementen waarover discussie kan ontstaan. En bijvoorbeeld over de problematiek van het lot van de groepsverzekering. Daarover kan er in de praktijk wel discussie zijn. In het voorbereidend gesprek hadden wij het ook over een aantal situaties waarin mensen niet verwachten dat CAO 32-BIS van toepassing is. Kan u dat even toelichten? Ja. Dus men denkt over het algemeen dat dat alleen maar verband houdt met de verkoop van een bedrijf of een afdeling. Maar in de praktijk zien we ook dat dat zijn toepassing vindt. Bijvoorbeeld wanneer een contractor jarenlang een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld onderhoud, heeft gedaan voor een bedrijf. Het bedrijf beslist om uiteindelijk dat contract stop te zetten en zelf dat onderhoud te doen, dan is dit in wezen een situatie waar CAO 32-BIS van toepassing is. Wat zal inhouden dat tot verbazing van dat bedrijf, dat zij zullen verplicht zijn om die onderhoudsmensen van die contractor als eigen werknemers te gaan binnenhalen met behoud van alle mogelijke arbeidsvoorwaarden. U gaf aan in het begin CAO 32-BIS gecreëerd eigenlijk voor vanuit een optiek om te zorgen dat de werknemer als dusdanig in dergelijke situaties een stuk bescherming geniet. Zou u vanuit uw ervaring kunnen zeggen dat die wet inderdaad die doelstelling dient? Of zegt u, er zijn een aantal elementen die kunnen aangepast worden? Waar zeker een oplossing voor zou moeten geboden worden, dat is de situatie wanneer een bedrijf A zijn activiteit overlaat aan B en beide ondernemingen in een ander paritair comité zitten. Daar is er in feite een absolute onzekerheid van onder welke arbeidsvoorwaarden vallen die overgedragen werknemers volgens het paritair comité van de overlater of van de overnemer. Hartelijk dank voor deze toelichting rond CAO 32-BIS in een tijd waar heel veel bedrijven heel veel veranderingen doorgaan. Meer dan vroeger van toepassing. En in die zin, dank voor de verduidelijking.